Hoogste tijd voor Tracy Metz. Want sommige dingen blijven gewoon aan het begin van 2018 ook. Elke dinsdagochtend rond dezelfde tijd. Tracy, welkom. Goedemorgen. Maar weer schrijver en architect en presentator van jouw eigen talkshow Stadsleven. En vandaag neem je ons mee in de wereld van de toekomst. De drones. Enfin, ik noem het nog de toekomst, maar het is eigenlijk gewoon de actualiteit. Die is vandaag begonnen. Ja, ja. Wat gaan de drones voor steden, voor de stad betekenen? Dat gaat een enorme impact op de stad hebben. Het eerste waar je aan denkt natuurlijk, daar is al veel over te doen, is de bezorging. En voor het verkeer zal het een geweldige opluchting zijn. Want we zien allemaal hoe de straten dichtslibben met bestelbusjes, met alles wat we op het web bestellen. En je herinnert je vast dat Amazon een jaartje geleden een bewijzen van proef een zakje popcorn heeft laten bezorgen bij mensen op het platteland in Engeland. Bewijs dat het kan. En dat kon ook. Ja. Dat kon maar ook. Maar dan blijft het bij een zakje popcorn. Maar dat waarschijnlijk was niet. Echt nog maar het begin. Je ziet dat er een hele mooie tussenoplossing is verzonnen door Mercedes-Benz en UPS. Die hebben bestelbussen bedacht met drones op het dak. En in de bestelbus zitten al die pakketjes die de drones vervolgens vanuit die mobiele opslag kunnen bezorgen. Dus daarmee vergroot je ook heel erg het bereik van die busjes. Op het platteland is dat een heel goed idee. Ja. En in de steden heeft Amazon bedacht dat er torens gebouwd gaan worden die ook als opslag voor pakketjes dienen. En daar kunnen de drones dan af en aan vliegen. Dus je ziet dat er ook een nieuw soort gebouw ontstaat. De drone poort. De drone poort, zo wordt het genoemd? Zo is het. Zo heet het, ja. Zo niks bij voorstellen met al dat soort dingen. Ja, volgens Joep van het Hek moest je minder gaan vliegen. Maar waar vliegt zo'n drone op? Is dat elektriciteit? Of? Is er wel volgens mij. Batterij. Batterijen. Accu'tjes die je kunt opladen. Ja, inderdaad. Wat druk in de lucht. Nou, zeker. Daar gaan we zo opkomen, ja. Want het gaat niet alleen maar om pakketjes. Ja, pakketjes is nog maar het begin. Drones worden al ingezet om gebouwen waar we niet bij kunnen. Bijvoorbeeld bruggen of hele hoge gebouwen. Mm-hmm. Om die te inspecteren. Dus dat is ontzettend nuttig. En aan de TU Delft heeft Alex Momond met zijn project Drones for Good bij zijn afstuderen een drone verzonnen die een defibrillator brengt bij iemand met een hartstilstand. Wow. En zo'n drone is natuurlijk supersnel ter plekke. Een ambulance doet er in het verkeer veel langer over. En het Amerikaanse ontwerpbureau Argo Design heeft ook een drone-ambulance bedacht met ruimte voor 1 gewonde en 1 verpleger. Dus dan kom je op de drone voor humanitaire doeleinden, namelijk het vervoeren van mensen. Ja, ja. Ja. Ja, inderdaad. Dus, en de nieuwste ontwikkeling op dat gebied is de drone taxi met 1 of 2 passagiers. En in Dubai hebben ze daar al een paar maanden geleden mee geëxperimenteerd. Dus je ziet, het komt er echt op aan. Een filmpje van op YouTube. Het is echt onvoorstelbaar. Zo'n zakenman, een beetje zo'n gesjeesde gast die interessant loopt te doen. Stapt een telefoontje in zijn drone. Diep stapt in zijn drone. Ja. Programmeert zelf waar hij naartoe moet. En vervolgens gaan de propellertjes komen in beweging. En hij vliegt weg, onbemand. Ja. En zit hij ondertussen de krant te lezen. Ja. Over YouTube gesproken, als cadeautje aan de luisteraar om het nieuwe jaar goed mee te beginnen, heb ik een playlist samengesteld met 5 van mijn eigen favoriete drone-films. Drone-films zelfs? Drone-video's. En die vind je op mijn site tracymetz.nl. Kun je op je gemak hele mooie, dromerige, maar ook hele informatieve films over drones. Ze gaan ook namelijk de architectuur veranderen. Dat vind ik echt interessant. Stel dat je met de drone kan worden afgezet bij je appartement of je kantoor op de 20e verdieping. Dan hoef je niet eerst naar straatniveau af te dalen om weer omhoog te komen naar de 20e. Dus we gaan allemaal gebouwen krijgen met armen of platforms waar de drones pakketten kunnen afgeven of mensen kunnen afzetten. Dus de gebouwen gaan er heel anders uit komen te zien. Maar over welke toekomst heb je het? Ik bedoel, wordt daar nu al in ontwerp rekening mee gehouden? Of hebben we het dan over 20, 30, 40? Nee, nog niet. Dit is echt toekomstdenken. Ja. Maar als je ziet hoe snel de ontwikkelingen in de drones gaan, verwacht ik dat de zichtbare impact op de architectuur echt groot gaat worden. Nou, dit klinkt allemaal voor de rich en de wealthy. Terwijl je zou zeggen, van jij komt al met zo'n defibrillator. Je zou het moeten kunnen toepassen. Juist voor gebieden, arme dingen waar moeilijk bereikbaar zijn, door natuurgeweld zijn getroffen. Absoluut, absoluut. Dat gaat ook gebeuren. En de beroemde Engelse architect Sir Norman Foster heeft al op de vorige architectuurbiennale in Venetië 2 jaar geleden, ik heb het gezien, heeft hij een prototype laten zien van een dronepoort voor Rwanda. Dat is een gebouw van golvende bakstenen gewelven.
Heel simpel. Hele simpele, goedkope bouw. Maar dan low-tech ontworpen voor high-tech toepassing. En zijn idee is dat hier een opslag kan plaatsvinden van medicijnen, of misschien straks ook van de voedsel, maar ook een lokale markt. Dus daar zie je ook een nieuwe soort architectuur ontstaan, ja, door de drone ingegeven. Mini-vliegveldjes op de wereld krijg je dan. Kleinste vliegveld ter wereld. Tracy, privacy, is dat nog een dingetje? Of, dat is een heel ding. Dat is een enorm ding. Ja, het gaat ook heel druk worden in de lucht. Dus wat jij ook zei, Ron. En er gaat natuurlijk ook wel eens eentje naar beneden vallen als de batterij op is, ik noem maar wat. Ja. Dus er gaat allerlei nadigheid gebeuren. Maar ondertussen gaat de verandering van de stad door de drone gewoon door. Ja. En dan zullen er ongetwijfeld nog veel meer regels gaan komen. Die drones, die worden ook weer gebruikt in oorlog, hè? Als wapen. Ja, maar de vraag is, de hoop is natuurlijk dat ze op een positieve manier worden ingezet. Ja, het is heel indrukwekkend, maar het voelt ook wel eng. Dankjewel, Tracy, voor jouw bijdrage deze week. NPO Radio 1. Landgenoten, luisteraars, even snel vanaf het mobieltje. Vanaf zaterdag presenteer ik iedere week Dr. Kelder & Co. Mijn persoonlijke radiotherapie tegen hypes en hysterie. Waarin ik samen met mensen die het nog beter weten dan ik...